Muscle Beach. Nou, ik zie nog geen mussels. Oh ja, daar zie ik ze. Kijk je ogen uit, gewoon omdat het zo stil is hier. We hebben de drukte en gekte van Los Angeles achter ons gelaten en zijn nu op weg naar Las Vegas en doen dat via een klein stukje Route 66. Op Highway 66 ligt Barstow, nog steeds in Californië. We hebben besloten om te gaan overnachten in Calico. Het is een wat alternatieve campground, midden in de woestijn. En de campground zelf is ook een beetje een ghost town. Goedemorgen, nu we toch in de buurt van Calico zijn, kunnen we net zo goed even een bezoekje gaan brengen. Hier zit een Albert Heijn-muntje in. We zijn even afgeweken van Route 66, dat was een stuk weg afgesloten. Dus we zijn nu op de Highway 40 en het zal niet lang duren voordat we Arizona ingaan. Maar er moet ook geluncht worden en dat bij een hitte van 35 graden. Knap hoor. Thank you.
eten. We konden gewoon uit onze deur eten. Hij pakte een zakje met snoepjes en begon te eten. Het is 7:30. We zijn aangekomen in Kingman op Route 66. Een campground is niet echt hier in de buurt, maar er zijn hier genoeg motels. En via het internet van onze vrienden van McDonald's hebben we kunnen inloggen en via booking.com hebben we een leuk motel kunnen boeken. Maar eerst even eten bij Mr. D on Route 66. Nou, we hebben net gehoord dat de koelkast niet meer te repareren is. Hij zal vervangen moeten worden, maar waarschijnlijk hebben ze hem hier niet op voorraad. Dus de komende paar dagen die er nog zijn, zullen we ons moeten behelpen met zakken ijs. En gelukkig zijn die wel in grote hoeveelheden te krijgen hier langs de weg. We zitten nog een klein stukje op Route 66 en dan gaan we richting Grand Canyon. Fine, how are you? Need a bath? Oh, yes, please. Nou, we hebben dus blijkbaar de laatste plek nog hier in Grand Canyon National Park. We gaan nu kijken hoe het eruit ziet. Spannend.